De Centrale Bank van Suriname verwacht dat Suriname in 2023, dit jaar dus, uit het diepe economische dal zal kruipen. Dit zei Harry Dorini, directeur monetaire zaken en economische aangelegenheden van de moederbank, eerder deze week op een persconferentie over de uitgifte van grotere coupures bankbiljetten. Volgens Dorini zou de terugval die sinds 2020 heerste zijn gestopt. En voor 2023 verwachten we een groei van 2,3%. Dus dat wil zeggen dat we dan dit jaar eruit komen. Next slide. Wat de inflatie betreft, we hebben in 2020 een heel hoge inflatie gehad. 2021 bleef de inflatie hoog. 2022 zien we al een daling naar beneden. En voor 2023 verwachten we een verdere daling, met die verstande dat de inflatie nog hoog blijft. Dorini geeft aan dat het een wens is dat de economie naar een veel grotere daling moet. Hij kan echter niet aangeven waarom de inflatie nog hoog blijft. We hebben een heel turbulente periode achter de rug wat de wisselkoers betreft. Hij is nu stabiel, maar het is nog fragiel. Fragiel in die zin in feite, het is pas begonnen. En je kan praten over het stabiel als je een langere periode in acht neemt. We zijn begonnen met die verstande dat we alles doen om ervoor te zorgen dat er geen schokken komen aan de economie. En die schokken mogen niet komen vanuit de monetaire sfeer, maar ook niet vanuit de fiscale sfeer. Vandaar dat we een goede coördinatie hebben met het ministerie van Financiën. Om ervoor te zorgen dat die schokken niet vanuit binnenlandse oorzaken zijn, maar schokken vanuit binnenlandse oorzaken kunnen wij niet aan. Maar feit is, vanuit binnenlandse oorzaken mogen er geen schokken zijn in de economie. Want die schokken vertalen zich in de wisselkoers. De directeur monetaire zaken en economische aangelegenheden zegt dat in het IMF-programma staat aangegeven dat de schokken zich in de wisselkoers zullen vertalen. Die schokken zijn echter gedekt door de moederbank en zijn nu verleden tijd.